Helaas hebben we een vervelende situatie. Normaal gesproken had dit aan deze situatie 8 tellen opgeleverd. Bij de jeugd doen we dat niet, geen 8 tellen. Dus de tegenstander kan niet door. Doordat de partij net begonnen is en er nog onvoldoende basis is om een winnaar aan te wijzen, wordt deze partij beëindigd met een no-contest.